Erik Gudde, wat een vervelende kwestie moet dit voor Feyenoord zijn. Ja, vooral voor de supporters vind ik, of je nou vast seizoenkaarthouder bent of een losse kaart gekocht. Je rekent al wekenlang op Feyenoord Vitesse op zondagmiddag 2:30. En dan komen andere partijen waar je in wezen niks mee te maken hebt, die komen niet aan een discussie, bonden en de minister. En die gaan dan de voetbal er maar weer bij slepen. Waardoor supporters op maandagavond uren op moeten nemen, moeilijkere tijdstippen moeten reizen. Dus ja, dat is voor supporters vind ik dat een hele vervelende zaak. Vooral omdat we eigenlijk als voetbal hier niets mee te maken hebben. Ja, er werd nog gedacht over een gang naar de rechter, een kort geding. Waarom zien jullie samen met Vitesse daarvan af? Nou, dat klopt. We hebben, toen we het bericht van de burgemeester kregen dat die wedstrijd definitief verboden werd, ja, dan gaat u gelijk kijken wat kunnen we nog voor acties doen. Nou, een kort geding is dat het eerste wat in je opkomt. Dus we hebben langs diverse juridische kanalen die mogelijkheden onderzocht. Maar al gauw werd ons duidelijk dat we volstrekt kansloos waren. Er was een jurisprudentie van. En de regel daarin is dat een staking, in dit geval van agenten, dan verre de boventoon voert volgens de schade van het niet doorgaan van de wedstrijd. Dus we hadden niet eens 1% kans om dit te gaan winnen. Ja. En dan een heel gepuzzel om een nieuwe datum te vinden, want het moet voor die laatste speeldag gebeuren. En dan lijkt het af te stevenen, melden jullie ook op maandagavond. Ja, dat klopt. Dat is op het moment dat je dan kansloos bent om die wedstrijd toch op zondagmiddag te laten spelen, dan moet je volgens de reglementen moeten Feyenoord en Vitesse een nieuwe datum zoeken. Daar zijn de operationele mensen nu mee bezig. En we koersen op maandag af. Maar goed, daar moeten de normale circuits allemaal doorlopen. Dus dat hopen we uiterlijk morgenochtend bekend te kunnen maken. Nu zijn er ook veel mensen die denken, waarom niet gewoon naar de avond ervoor halen? Was dat echt simpelweg te kort dag? Zaterdagavond dus? Nou goed, het effect is hetzelfde of je nou zaterdag of maandag of dinsdag speelt. Het is voor supporters in alle gevallen vervelend omdat de afgesproken tijdstippen niet gehaald wordt. Dus dat is al hoogst irritant. En wat ook in allebei de gevallen hetzelfde is, is dat het natuurlijk een zware competitievervalsing is. Want het is niet voor niks dat we hebben afgesproken in dit land dat we wedstrijd rond de 33 en 34 tegelijkertijd spelen. En dat wordt op deze manier ook doorkruist. Dus ook de integriteit van de competitie, die wordt wat dat betreft weer op het spel gezet. En nogmaals, wat mij betreft volkomen onnodig. Want als zij er aan de onderhandelingstafel niet uitkomen, laten ze dan vooral iets anders bedenken en het voetbal er eens een keer buiten laten. Ja. Wat zijn voor jullie financieel de consequenties hiervan? Ja, normaal gesproken kunnen losse kaarthouders daar op een restitutieregeling regelen. We zullen waarschijnlijk dingen moeten afzeggen en dingen opnieuw moeten inhuren of wat dan ook. Ja, die kosten zullen we in beeld gaan brengen en die zullen we ook neerleggen bij de politiebonden. En hoe is de jurisprudentie daarmee? Heeft dat kans van slagen dan? Nou, daar hebben we nog wat minder in verdiept, maar daar maken we ook wat minder zorgen om. Ik denk dat we daar op zich reden genoeg hebben om daar in ieder geval in verder te gaan.